Maandag 8 juni is het weer zover. Voor de 10e keer worden dan de Musical Awards uitgereikt. En dit jaar is genomineerd voor een award voor beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical... Hilke Bierman. Ik zat naar Yvonnier te kijken en daar werden er maar een paar genoemd. Dus ik niet. Dus ik wilde snel het internet op. Dat lag plat. En toen kreeg ik de eerste sms'jes binnen. Toen dacht ik, nou ja, dan zal het wel zo zijn. Hilke speelt de hoofdrol in de musical Op hoop van zegen. Het is niet de eerste keer dat ze genomineerd is. En wat doe je als je hem nu wel hebt? Dan ga ik heel hard gillen, denk ik. Eindelijk, Op hoop van zegen is... Nou ja, ik ben ook heel trots op de rol en op het stuk. Dus dan zou ik echt heel erg blij zijn.